allemaal, leuk dat jullie allemaal weer kijken. Ik ben Daisy en zoals jullie weten heb ik laatst een prijs gewonnen bij Hairmix. Nogmaals super bedankt. En Hairmix is een grote kappershandelszaak en ze hebben echt van alles, van haarborstels, feuns, verf, noem maar op. Je kan het zo gek niet bedenken of ze hebben het gewoon. En ik ben al jaren vaste klant daar en dik tevreden, dus ik was echt super blij dat ik die prijs had gewonnen. Nou vind ik het de laatste tijd super leuk om te vloggen, dus leek het mij heel erg leuk om van ieder product een soort before en after te maken. Nou, we beginnen met de Shea Arganolie Shampoo. Nou, dit is dan de fles zoals je kan zien. Ik was al een beetje bekend met het merk. Ik heb er een steltoon van en ik heb er een haarmasker van gehad, dus tot nu toe ben ik er dik tevreden over. Deze shampoo heeft een vierdelig werkend systeem. Ja, waaronder omega vetzuren. Hij brengt vocht in het haar aan. Hij heeft essentiële olie zoals arganolie en marangaolie. En hij heeft, wat ook niet onbelangrijk is, vitamine E. Wat allemaal goed is voor het haar. Dus het voedt het haar. En het zorgt ervoor dat het gehydrateerd wordt. Nou ben ik erg benieuwd wat het met mijn haar doet. En wat ook wel leuk is om te weten, hij heeft geen parabenen en sulfaten. Dat zijn chemische stoffen of zouten in je haar. En dat kan weer irritatie en uitdroging veroorzaken. Dus dat is wel goed om te weten. Dat is wel belangrijk aan deze shampoo. En nou, we gaan het gewoon eens even uitproberen. Let's go! Nou, ik ga nu even mijn haar wassen. Ik ga het eerst gewoon even goed nat maken onder de kraan. Let's go. Nou, het handige van deze fles is dat hij een pompsysteem heeft. Dus ik pomp twee keer. Even kijken hoeveel dat is voor mijn haar. En dan masseer je het gewoon lichtjes in. Gewassen, dus we kunnen nu gaan feunen. Resultaat. Kijk dan die shiny glans. Wow. Het is wel echt super lekker glad. En ja, het ruikt gewoon echt super lekker. Het is jammer dat je niet door het beeld heen kan ruiken. Want echt, geloof me, het ruikt echt lekker. Zeker een aanrader is mijn conclusie. Ja, wat natuurlijk super slim is gedaan met deze shampoo is die pomp. Want normaal gesproken als jij shampoo pakt, ja, dan kan het wel zijn dat er klodder op de grond valt. Hè, en dan pak je net iets te veel. Dat is ja, lekker makkelijk met deze pompsysteem. Hebben ze echt slim gedaan. Ja, voor de rest raad ik het aan voor iedereen die pluizig of droog haar heeft. Of mensen met kroeshaar, ideaal. En ja, natuurlijk kan iedereen het gewoon uitproberen. Het ruikt echt lekker. Ik ben benieuwd hoe lang de geur blijft hangen. Nou, volgende week kom ik met een nieuw product. En laat ik jullie weten hoe lang de geur is blijven hangen. En ja, dan zullen jullie zien welk product ik dan weer ga testen. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. En ik hoop dat je wat aan hebt gehad. En vergeet niet even een duimpje omhoog te doen als je de video leuk vond. En vergeet je vooral niet te abonneren op mijn kanaal. Dankjewel. Doei.